En wanneer we elkaar weer eens weerdag zien op woensdag. Met worst woensdag. We houden dat het altijd met worst woensdag. Flikken de dinsdag, bruiden voor de maandag, zondag, drinkdag. We zijn gebroeders. Wat is hier gebeurd? Waar zijn al onze spullen? Zo jongens, jullie zullen wel moe zijn, hè? Het is al laat, dan gaan we lekker naar bed. Pyjamatjes aan, kijk eens, papa heeft alles opgeruimd. Pyjamatjes zijn gestreken. Ons speelgoed, pap. Waar zijn al onze spullen? Onze Michael Jackson? Ja, nee, jongens, die troep die heb ik dus gewoon in plastic zakken gedaan, hè? Ja, daar spelen jullie toch niet meer mee. En papa breekt zijn dek er maar over, hè? Mijn keepauto, omdat er een achterwieltje aan een keepauto om... Pap, er zat zo'n klein scheurtje in die ballen, hoor. Tony, ja. Dikkie, Gerig en Seins. Hé, pap, waar is Ingrid, Michel en Macho? En Marie-José en Erik en Robbie. Ja, waar hebben jullie dan in vredesnaam over? Over onze knuffels! Ja, nou ja, alles wat stuk was, dat heb ik natuurlijk weggegooid. Ja, hè? Weggegooid? Omdat er een armpje aan Tony ontbreekt. Omdat Dikkie langzaam leeg liep. Omdat Gerrit geen ogen meer heeft. Ja. Wel, ja, gooi maar weg. Je breekt je nek erover. Ja, zeg, hoor eens, nou heb ik er genoeg van, hoor. Dat gaat Jeremy hier van jullie, zeg. Hè? Papa heeft een heel nieuw plan met jullie. Die gaat het helemaal nieuw aanpakken. Jullie zijn nu grote jongens. Papa, waar zijn onze knuffels? Gewoon met de vuilnisman mee. Ja, dat moest gewoon. Die moesten met de vuilnisman mee. Met de de knecht van Sarah. Ja, nou zeg. Nou heb ik er toch echt genoeg van, hoor. Dat overdreven gedoe. Alsjeblieft, ga en naar bed. Snel. Hup, pyjama's aan en in bed. Ik word hier echt niet goed van, hoor. Die jongens zijn zo vervelend. Ik ben nou weer vanaf 7 uur bezig. Dat is toch... Heeft tante Ko vanmorgen nog gebeld? Zegt ze, jongens, ze waren zo enig bij het logeren. Nou, merkt hoe ze thuis zijn. Het is toch vreselijk. Altijd leuk tegen vreemde mensen, hè? Oh, dank u, tante. Leuk, tante. Oh, wat heerlijk, tante. Nou, gauw gaan naar gauw naar bed. Nou, moet je... Oh, nou liggen ze erin. Nou, en nou hier met die... Dat speelgoed. Ik wil geen speelgoed meer in bed. Nee, pap, dit is geen speelgoed, pap. Geen speelgoed? Wat is dat dan? Het is mijn knuffel. Ja, wat? Mijn bier. Ja, nee, beren ook niet meer in bed. Pap. Kom, luister nou. Hoor eens even. Jullie zijn grote jongens, hè? Je hebt nou vandaag voor het eerst alleen gereisd, hè? Ja, helemaal alleen in de trein, maar wel met de beer in bed, hè? Ja, nee, wie A zegt, moet B zeggen, jongens. Zeg C. Ja, C. Daar, nee, kom, geef nou. Papa is voor één keer consequent. Kom. Consequent, pap? Consequent! Kom nou, geef papa, nou. Ik kan niet slapen. Moet die stuk? Nee, gewoon oh, draai aan zijn hoofd en dan trekken. Zeg, bemoei jij er niet mee, ja? Ja, ja hier, wat is dit? Nee, dat nee, papa. Nee, trek nee, in, draai nee, papa. Geef nee, hier, stop, content, rond. Zo, en als ik nou nog één geluidje hoor, hè? Oh, ja, maatje van Wegenwacht. Nee, jongens, pas op. Rustig in bed, hè? Anders komt papa met de wattenklopper en is het van klits, klats, klanderen van de ene wil op je weet wel. Papa moet nu luisteren naar het journaal, hij wil niets meer horen. Oh, licht uit, hup. Zo. Nou snap ik het. Daarom zetten de mensen al hun mooiste spullen altijd in zakken bij de stoeprand. Dat de knechten van het monster Zarathustra het mee kan nemen. Zodat Zarathustra het in zijn moeras kan opeten. En als ze hun mooiste spullen hebben gegeven, dan moeten de mensen de knuffels van de kinderen geven. En als de knuffels op zijn, wat dan? Dan komen de kinderen aan de beurt. We moeten vluchten, René. Moeten we dat niet eerst even aan papa vragen? Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Moeten we niet een briefje achterlaten met een telefoonnummer, zodat papa ons weer op kan halen met de taxi als het gebeurt? Ja, dat is een goed idee. We schrijven een afscheidsbrief. Want dat schrijven kinderen altijd als ze gaan vluchten. Dat doen we vaak. Ja. Hier. Uit ons sprookjesboek dan maar. Ja, maar wacht even, René. Wat schrijf je dan aan je vader als je gaat vluchten? Ouwelij. Dag, vader.
Dag, moeder. U leest nu onze afscheidsbrief. U moet uw belasting met ons spelen. Kan dat monster zo gemeen zijn? Wij laten ons speelgoed niet roven door die Saragustra. Ik moet Saragustra. Wat is dat gemeen? René, weet je wat ik doe? Ik neem... Kijk hier. Ik neem mijn zwaard mee. Als we dan onderweg aangevallen worden door het monster Saragustra, dan kan ik je tenminste verdedigen. Ja, Frank, dan... En dan heb ik dit hoesje, dan is dit ook een zwaard. Dan is dit een gouden kort zwaard. Om... Ja, René, nee, wacht nou eens even. Geef eens. Nee, dit hoesje, dat heb ik zelf nodig. Want anders snijdt me onderweg, snap je? Hé, hey Frank, mag ik dan die helm? Dan lijk ik toch ook een beetje op een nee, ridder. Nee, dat kan niet, René. Want de ridder die heeft de helm, hè. En als je anders een klap op zijn kop krijgt, dan is de ridder niet meer. Dan kan hij jou niet meer verdedigen. Hé, hey Frank, mag ik dan de bloedrode mantel, dat ik ook wat heb, dat ik... Ja, maar René, moet je luisteren. Dat mag een ander keertje. Maar nu niet, want... Anders krijgt de ridder het koud. En dan wordt hij verkouden en dan kan hij jou niet meer verdedigen, snap je? Dus de ridder moet zijn eigen mantel. Hey, Frank, dan mag ik dan die kachelpijp, dat ik... Ja, maar nee, dat denk jij dat het een kachelpijp is? Nee, maar dat is het harnas van de ridder. Nee, dat moet de ridder zelf hier hebben, want als hij gebeten wordt door het monster, dan heeft hij hier tenminste een harnas en dan kan hij jou tenminste blijven vasthouden aan je hand om je van het gevaar weg te leiden. Frank, mag ik dan het schild dat ik... Geef mij het schild, Frank. Dat... Nou, ja, René. Geef mij het schild. Nou goed, voor deze ene keer, nee, mag jij het schild? Ik heb het schild. Want ridders hebben altijd een schildknecht, want anders dan moeten ze de hele dag zelf met het loodzware schild sjouwen. Maar, René, dan moet ik je wel tot schildknecht slaan. Want dat heb ik gelezen, dat doen ridders altijd. Die slaan hun schildknecht. Dus op je knieën. Ik word tot schildknecht geslagen. Hierbij. Sla ik jou, René, Peter, Marie, tot schildknecht voor het leven. In de naam van mezelf. In de naam van papa. En in de naam van het monster Saragustra. Het valt niet mee. Je hebt als schildknaap wel een schild nodig, want anders blijft er niks van je... Over. Kus het zwaard. Ja, waar heb jij met het zwaard overal ingezeten?
Haal de paarden. We vertrekken. We gaan te paard. Ja, paarden. Joe. Ja, hier is jouw knol. Knol? Ja. Paard. En hier is mijn witte schimmelhengst. Paard. Chantal heet hij. Hij luistert alleen naar mij. Rustig. Het is een beetje wild. Rustig. René, mag ik je er even op wijzen dat schildknechten nog geen paard kunnen rijden? Alleen echte ridders kunnen paard rijden. Rustig, Patricia. Daar gaan wij, volg mij. We vertrekken. Hu. Wat is er nou weer? Oh, nou, rustig. Hoe moet de schildknaap dan? De schildknaap holt gewoon achter de ridder aan. Volg mij. Goed zo. Ja. Rustig. Ik krijg wel steek in mijn zij, hoor, van het hollen. Ja, wat wil je dan? Een brommer. Oké, dan mag je wel achterop zitten. Maar voorzichtig met die puntknieën, niet in de flanken van Patricia, want anders slaat ze op hol. Puntknie? Ik? Dan ga zitten. Kijk hier, een rivier. We kunnen niet verder. Jawel, kijk daar, een bootje. Ik zit erin. Schrijf op, ik kom erbij. Er zat geen motor aan. Ook geen roeiriemen. Alleen een roer en dat ik toevallig net al. En wat heb ik dan toevallig? Doe maar iets. Doet er niet zoveel toe. Zeg, wat gaan we lekker. Ik heb het roer stevig in handen. En ik loods je wel langs alle gevaarlijke klippen, René. Kijk daar, een hele school met haaien. Ha! Niks aan de hand. Als ik aan het roer sta. René, wat sta je daar nou te doen? Ik stuur de boot. Hoe kan dat nou? Ik heb hier toch het roer? Ja, ik heb hier het stuur. Het roer zit toch aan de achterkant? Ja, maar het stuur zit aan de voorkant. Oké, dan moet je het zelf maar weten. Dan wend ik het roer en dan ga ik deze kant op. Zo. Goed, dan ga ik die kant op. Sjus. Yes. Nee. Oké, jij je zin. Voor deze keer zal ik jou dit prachtige roer geven. Dan mag je mij dat stomme stuur geven daar. Nou, hou jij dat prachtige roer maar. Dan hou ik wel mijn stomme stuur. Hè? Dan zal ik je nu een aanbod doen wat je niet kunt weigeren. Ik geef je de stuur, de roerstang erbij, bij dat stuur. Nou, nee, ik heb toch liever mijn stuur. Nee, dat kan niet, want dat is het roer. Heb ik wettelijk verkregen, ik ben hem opgeslagen. Het is het roer van... Zo, heb het niet! Dat spoelregel vindt hij aan mijn plaats staan. Stil. Zarathustra ligt hier ergens te loeren. Stil, hou je adem in. Je mag je niet verroeren. We moeten heel voorzichtig zijn. Pink zal op zijn hoede zijn. Stil. Verstoppen, Frank. Ik weet wel wat. Ik heb een plan. We bouwen hier gewoon een wal. Dan glijdt hij uit, een reuzenknal. En dan komt er een ridder. Die steekt dat zwaard. Goed ideetje. In zijn was. Ja, haal die ridder. Kijk maar in. Goed ideetje. Leg je dit ding hier. Als hij binnenkomt, dan glijdt hij erover uit. Dan hebben we hem. En dan heb ik hier mijn zwaard. Haha. Laat hem maar komen. Appelstukjes speer, ook schijfjes kind en brokjes beer. Stil. Zo. Hè? Ja!
Houd hiermee op, George! Dat zijn de melkflessen van papa! Au! Ah! George! Papa! Hakker gaat dik! Tom ten grondtokken! Dat is toch niet te geloven? Daar ben ik vanaf 7 uur vanmorgen bezig om ze weg te krijgen. Liggen ze er nog niet in? He? Hebben ze kunnen logeren? Zijn heerlijk in de Haag geweest? Madurodam zijn ze geweest? Ze zijn naar de Ridderzaal geweest? Ze hebben het Postmuseum mogen bekijken? Niets leuker dan dat. Het Schoenvetenmuseum zijn ze geweest? Het Droogbloemenkabinet? Alles met de tantes? Enige tijd gehad? En nou doen ze zo. Zo vreselijk. Als ik nog 1 prinses hoor pruttelen, hè? He? Of een draak hoor kruggen, of een motorboot hoor poetra, dan kom. Bengels. Ach, krijg jij helemaal de pukkeltjes in. Oh, jij hebt nog wat van mijn tappenstag genomen. Ellendige sproeten heb ik het daarvan voor. Helemaal niet. Er is altijd neuspulletjes in mijn koffie te doen.